Goed en minder goed nieuws van op de Bosuil. Eerst het fijne nieuws. Het lijkt de goede kant op te gaan met de potentiële Poolse investeerder Jean Zarzecki. Zarzecki en Antwerp zetten volgende week hun gesprekken voort en hopen een van de volgende dagen een deal te sluiten. Zarzecki zat gisteravond naast Eddy Wouters tijdens de wedstrijd Antwerp-Bergen. De Waalse zakenman van Poolse origine is naar verluid onder de indruk van Antwerp en zijn entourage en wil absoluut de club helpen redden. Zarzecki is op dit moment de Great Old aan het doorlichten en gaat de volgende dagen opnieuw aan tafel zitten met Antwerp. Wat de deal inhoudt en over hoeveel geld het gaat, daarover wil Antwerp nog niets kwijt. Volgens Jan Michel, de raadsman van Eddy Wouters, beschikt Zarzecki over aanzienlijke financiële middelen. En dan het minder goede nieuws. Antwerp leed gisteren zijn eerste nederlaag van het seizoen. Het verloor de topper thuis tegen Bergen en doet een slechte zaak in de strijd om de eerste periodetitel. Pineut was de 19-jarige Jeff Vogels. Antwerp verwelkomt Thomas Fibel na zijn blessure opnieuw in de basis. De wedstrijd lijkt leuk te gaan worden. Al in de eerste minuut is er dreiging. Een schot van Tim Matthijs voor Bergen houdt die klem vast. Maar schijn bedriegt, beide ploegen komen amper aan kansen. Hier voorkomt Bertelin dat Yannick Put de score kan openen. We gaan rusten na een flauwe eerste helft met een brilscore. De tweede helft is gelukkig veel boeiender wanneer de supporters nog hun plaats terugzoeken. Vindt Tim Matthijs de alleenstaande Sanogo, het staat 0-1. Antwerp verloor dit seizoen nog niet en reageert met kansen voor de Vriezen. Pivaljevic zondert hem af voor zijn vierde van het seizoen en het staat 1-1. Antwerp slaagt er weer in een achterstand weg te werken. Het doelpunt van de Vriezen brengt opnieuw vuur in de wedstrijd. Bergen staat op amper 2 punten van Antwerp. De wedstrijd breekt open en beide ploegen gaan resoluut op zoek naar de 3 punten. Hier zien we een knappe save van Wotti. Dat kan ik ook, denkt Cédric Bertelin. Met een beenveeg houdt hij Oris van de 2-1 een reuzekans voor Kevin Oris. Hij had de wedstrijd kunnen beslissen. Met dat moment, ik had met de Eriksson, ik had heel vol... Een heel goed gevoel dat we were going to overgaan. We blijven hoekschoppen naar hoekschoppen krijgen. En dan Kevin Norris had de counts of the West Rider. En de keepers, their trainers, just said he's the man of the West Rider, because he packs the ball. Maar de beslissing valt aan de overkant. Knullig balverlies van Jeff Vogels en Sanogo kan zijn tweede van de avond binnenwandelen. Een pijnlijke blunder voor de anders zo goed spelende Vogels. Hoe was Jeff in de kleedkamers? Ja, hij weet dat hij een fout gemaakt heeft, maar langs die andere kant heeft hij gewoon een schitterende wedstrijd gespeeld. Dus dat heb ik ook tegen hem gezegd. Dus volgende wedstrijd moet hij gewoon hetzelfde wedstrijd spelen. Maar ja, die fout is ook een... dat maakt deel uit van de leerproces. Dat is jammer voor ons, want we willen zoveel mogelijk punten pakken. Antwerp probeert nog een slotoffensief te forceren, maar meer dan dit schotje van Oris komt er niet. Antwerp verliest een wedstrijd die het ook had kunnen winnen. Een flinke knauw met het oog op de periodetitel. Is de conclusie van vandaag dat Antwerp goed gespeeld heeft en eigenlijk toch meer had verdiend? Ja, dat klopt wel. Maar met dat analyse ben je toch teleurgesteld als je geen punten hebt na zo'n wedstrijd. A groot wrong goalie. If you're Kasker van de Muur gespeeld, then I can toegeven. Maar ik heb het heel moeilijk at the moment. It's Langley that kept verloren. And the club is verloren. And I think van we have it never did it. Maar football is a raar sport. Voilà, tweede klasse, Wetteren, Ruppelboom 2-0. Verlies voor de Steenbakkers en Antwerp-Bergen. Ook verlies voor de Great Old 1-2. Colin Andrews kan eindelijk naar de kapper.